Welkom bij deze speciale opening, de Ultra Premium Box van Charizard 2022. We hebben het er een kunnen vinden. Ik ben El Gaming en dat is Patrick. Want Patrick kon niet wachten voor de opening. Dus dit is de doos. Voorzichtig openmaken, dat betek. Voorzichtig openmaken, hè. Dus de doos is open. Echt, hè. Even zo doen. Kijk hoe die doos open moet. Zo denk ik. Ik denk er met een eruit. Nee. Voilà. Kijk wat een mooie doos, joh. Moet ik eens omdraaien. Omdraaien. Wacht, hè. Plek maken. Oei, doos er gesloten. En ik zie dat ze is heel mooi zijn. Een playmat van Charizard. Zoeken doen. Servus, we gaan eerst allemaal uitlaaien. Kijken wat erin zit. En dan hebben we weer die drie doosjes, hè. Dat is doosje 1. Doosje 2. En doosje 3. Is er nog iets in? Nee. Oh. Is er nog iets in? Nog iets. Een huis. Okay. Ja. Dus dat is hier het poesje. Je kunt er iets omhoog. Poesje. Wat uitleg over de kaarten zijn uitgekomen van Rebel Clash, Champion Path, Fitted Voltage, Shiny Fates. En die? Ja, die telt niet mee, Patrick. Dus dat is een uitleg van al die reeksen uitgekomen van Short and Shield allemaal. Mooi boekje. Het eerste wat we openmaken is de playmat. De playmat van deze Charizard. What a beauty! Echt heel vet. Ja, dat is mooi. Toch wel opvallen, want het moet een beetje deftig zijn, hè, want. De volgende eerste zijn de speciale sleeves die bij deze doosje bij horen. Dan hebben wij ook twee gouden munten. En als u Pokémon poisoned is of injured is. Twee keer dobbelsteentjes. Weer wel zwaar. Hoe was Patrick? Ja, metalen. Metalen? Want deze is ook metaal dan, hè? Metalen. Ja, ah, ja. Deze ook. Ela, ela, ela. Dan hebben wij... Ela, ela, beauty. Een V-Star Energy. Een special coin, ook metaal. Die bij deze doos bij hoort. En dan hebben wij
Wacht, hè. Ah ja, volgens mij zitten hier die 3 promokaarten. Die moet je uitdoen, Patrick. Uitdoen, nee. Jawel, hè. Dat zou ik niet doen. Nee? Omdat die zijn veel meer waard zo. Heel goed gecentreerd, dat is al goed. Dus hier zitten dan 3 promokaarten in. Die zijn dit moment nu 150 euro waard. Klopt dat? Ja. Er zijn al 3 shower swords. Op dit moment zijn die 150-200 euro waard. Heel goed gecentreerd. En dan hebben we ook nog 17 booster packs, als ik me niet vergis. 16, dacht ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je hebt gelijk. Wacht, dat is Lord Evolving. Darkness Oblige. Fitted Voltage. Fusion. Billion Stars. Dus dan zitten er 3 van de Evolving Skies. 1 Darkness Oblige. 3 Brilliant Stars in. 2 Footed Voltage in. 3 Aerial Distance. Aerial Radiance. Astral Radiance. Ja. Astral Radiance. 2 Lost Origin. Boosters gaan we niet openmaken. En 3 Fusion Strike. Dus dat was een beetje wat allemaal deze in de doos zit. Vooral de playmat, de 3 promokaarten die op het moment veel geld waard zijn. De doos zelf is nu 150 euro. Sommige winkels, sommige mensen bieden die dozen al voor 250 euro. 300 euro zelfs, sommige webshops al. Schandalig duur. Dat noemen wij scalpers tegen. Dat zijn de beste. En natuurlijk de 3 promokaarten, de playmat, de metalen. En Patrick wil ook sowieso die coin hebben. Ik weet niet of het goed zit. Ja, er zit een ding bij, geen speld. Speld? Pin. Ah, nee. Nee. Dus ja, wil je meer weten? Het boekje is ook heel mooi. Ziet je ook de naam, de logo, het symbool zit hier staan. De mooie kaarten, wat er allemaal wat in zat. Ik dacht dat deze week ook dinges uitkwam. Silver Tempest. Deze week kwam die uit, hè? Ik weet het niet. Ik dacht de 14 of de 15e kwam die uit. Silver Tempest. Dat is een reeks die we niet gaan verzamelen, want het is allemaal kost hopen geld. Patrick vindt ook deze heel mooi, de sleefjes. Mm-hmm. Met de shadows dat VMAX erop. Is bijna het ongeveer hetzelfde als de playmat, dan kleiner. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor deze video te bekijken. Het is mijn heel korte stream, heel korte video gemaakt, omdat wij gewoon het voornamelijkste de kist, de ultra premium box van Shadows laten zien. Boosters gaan we niet openmaken zoals Patrick heb gezegd, omdat we al zoveel boosters samen en omdat we bij sommige sets met paar niet meer nodig hebben, is het beter om single te kopen dan die boosterbags open te maken, want dan hebben we nog meer bulk van dat allemaal. Dus nogmaals, de promos beautiful. En zoals Patrick heeft gezegd, allemaal heel mooi gecentreerd. Want bij sommige boxen waren die allemaal off-center. Dus. Ik ben Elf Gaming. En Patrick. En Patrick, vergeet niet te followen. Even te suppen. Te suppen, te liken.
en op deze video te reageren, wilt je nog meer openingen zien? Patrick laat de andere doos zien wat we nog klaarstaan hebben. We hebben ook nog iets van Pokémon Go klaarstaan. Een display van deze. De Pokémon Go Bulbasaur Squirtle en Charmander opening. Daar gaan we met 3 van openmaken. Maar dat is voor de volgende keer. Dus geef een sub als je meer wilt kijken. En tot de volgende. Geef een sub, geef een like en een reactie als je wilt. Oh, hey Patrick, dat doet je toch niet, jongen. Je moet de vinger afsteken, viespeuk. Tot de volgende. Dankjewel voor het kijken voor de korte Charizard Ultra Premium Box 2022. Dankjewel. Yo. Yo.